Natura 2000 is eigenlijk een soort stelsel van Europese natuurgebieden die heel erg belangrijk zijn. Waar dus hele hoge natuurwaarden zijn, bijzondere soorten. In Nederland zijn er ongeveer 160 van dat soort Natura 2000 gebieden. En het Korenburgerveen en Woldseveen zijn daar dus twee van. U bent hier op deze inloopavond vanavond. Wat is de reden dat u hier bent? De reden is dat ik ook eigenaar ben van een perceel in het Woldseveen. En dat ik wil weten wat daar plaatsvindt. Nou, de essentie van de plannen die we hebben is dat het gebied natter moet worden. Het is een veengebied. En in een veengebied daar groeien veenmossen. En die veenmossen die kunnen eigenlijk alleen maar gedijen op plekken die heel erg nat zijn. Die gedurende het hele jaar, dus zowel in de winter als in de zomer, nat zijn. Wat we de komende jaren gaan doen, is om de verdroging in de randzone van het gebied tegen te gaan, zodat de kern van het gebied ook weer natter kan worden. Dat betekent dus eigenlijk dat het grondwater omhoog gaat. Het grondwater gaat inderdaad op een aantal stukken omhoog, omdat we een aantal sloten en een aantal greppels gaan dichten. Dat kan nu ook, want er is grond aangekocht in die randzone en dat kan nu ook omgevormd worden tot natuur. Maakt dat voor buiten het gebied ook nog wat uit als het grondwater stijgt? Dat hebben we laten doorrekenen en dat is in dit geval gelukkig niet zo. En dat komt voor een deel omdat het Korenburgerveen ligt als het ware in een soort kommetje. En de grond die nu beschikbaar is voor natuurontwikkeling, dat is echt precies de grond die in dat kommetje ligt. En dat betekent dat de grond van andere mensen die rondom het Korenburgerveen wonen of werken, de boeren, die zitten vooral op de wat hogere gronden. Dus die merken eigenlijk niks van de stijging in de grondwaterstand. Wat vindt u van de plannen van het natuurmonument en de provincie, de gemeente en waterschap? Op zichzelf wel goed. Er moet wel met de agrarische gemeenschap in omgeving rekening worden gehouden, met name met de waterpeil. En dat wel al wel als je nou dit jaar ziet hoe met de droogte, wat de effecten zijn met tekort aan water. Dan denk je, het valt misschien toch wel weer mee. Maatregelen die we nu gaan treffen in het natuurgebied. En voor de mensen die rondom het Korenburgerveen wonen is het van belang dat we ook kunnen meten, want we hebben ook buiten het Korenburgerveen pijlbuizen geplaatst samen met waterschap, dat we kunnen meten of ze inderdaad geen last hebben van de maatregelen die nu zo meteen getroffen gaan worden. Heel belangrijk zijn de provincie en het waterschap. Dat zijn eigenlijk de partijen die vanuit de overheid ook zorgen dat dit allemaal mogelijk kan worden gemaakt. Een andere partij die heel belangrijk is de Stichting Markenvragende Veen. Dus een deel van het Korenburgerveen wordt door die stichting beheerd. Nou, en eigenlijk met deze vier partijen hebben we een groot deel van de plannen gemaakt. En de gemeente Winterswijk heeft ook steeds meegekeken en meegepraat over de plannen. Er zijn inderdaad hele bijzondere vogels en insecten in het gebied. De kraanvogel is natuurlijk heel erg bekend, hè, die nu al een paar jaar broedt in het gebied. Maar er zijn ook heel veel kleine insecten die mensen denken normaal gesproken niet tegen zullen komen. Toch heel erg karakteristiek voor dit soort prachtige veengebieden. Orchideeën, bijzondere planten. Beide gebieden zijn echt erg soortrijk. Stichting Markenvragende Veen heeft een uitkijktoren gebouwd aan de vragender kant van het Korenburgerveen. En dat is een echte aanrader. Daar zou iedereen een keer aan het eind van de middag, wanneer het zonnetje in de rug staat, naartoe moeten gaan. Want dan kijk je over het hele veengebied heen. Dat is echt fantastisch. Ja, er zijn altijd mensen op vernieuwingen of dat soort zaken tegen. Maar we moeten naar de toekomst kijken, naar onze kinderen. Ik doe het voor. Ik zit natuurlijk in een heel andere positie. Wij beheren een landgoed. En ik kijk naar de volgende generatie en de generatie daarop. En ik zeg, daarvoor doen wij het.